Hi jongens, en leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video, een nieuwe vlog hier. Ik sta hier samen met Jan. En wat gaan wij doen? Er staat daar verderop een busje op ons te wachten met weet ik veel. We zijn te laat. In zitten. We zijn een klein beetje te laat, maar dat maakt niet uit. Mandy is er, Chromo is er, Santino is er, Jamie is er, Maxime is er. Ik weet niet wie er nog meer nu allemaal zijn. Nee, ik weet het ook niet. Geen flauw idee. Maar we gaan daar nu naartoe lopen. Want we gaan naar Duitsland. We gaan naar Gamescom toe. We gaan games uitchecken. We gaan super veel awesome dingen doen. En we gaan sowieso een super dag ervan maken. Ja. Maar het scheelt dat we de persdag hebben. Want Gamescom staat er natuurlijk onbekend dat het echt super druk is. Super maar druk, wij ja. hebben echt het geluk dat we persdag hebben. Dus ja. morgen is persdag. En dan kunnen we gewoon lekker gaan filmen. Woe! En we nemen jullie mee. Zeker weten. Hi jongens! Wil je zin in? Ja, helemaal. Ja? Top. Jan staat daar als een loner, maar dat zijn we wel gewend van hem. Dat is toch vet. Nou jongens, we gaan in deze monsterauto zitten. Het is echt een super gaaf auto, het is alleen wel een klein beetje krap. Maar daar vinden wij wel een oplossing voor. Gaat ie? Tuurlijk, weet je hoe lenig ik ben? Jij en lenig. Ja, ik kan mijn benen in mijn nek leggen. Je struikelt al over je eigen benen. Ja, maar dat is niet, dat heeft niks met lenigheid te maken. Ja. Zo. Boom. We zitten lekker, daar zijn de rest, die zitten in een andere auto. Ja, die gaan niet zo snel. Loser bus. Hey, it's a cut and tape, hè? Cut and tape. Loser bus. Loser bus, zegt hij. Zijn als eerst. Moet hun volgen. Dat is waar. Hallo. Hallo. Wie heeft de mooie muziek? We zijn in Duitsland aangekomen. Daar staat de rest. We gaan nu naar het hotel lopen. We hadden een korte stop gehad. We hebben ondertussen ook even gegeten. Maar na ruim bijna 3 uur of iets langer zijn we er eindelijk. De rest staat daar. Jan zit ook te vloggen. Zoals je ziet. We zijn nog bezig wat ze ook aan het doen zijn. We zijn hier lekker. We gaan nu naar het hotel lopen. Toeprand. En daar is het hotel. Oversteken. Oversteken. Ik heb al gekeken. Waar heb jij naar gekeken? Ja, voor een auto maken. Je moet altijd eerst 2 keer naar links en dan naar rechts. Dat heb ik gedaan. Ah, kijk eens. Kijk eens aan. Dat is dein hotel, ja? Thank you. Dank je schon. Je moet aan het zeer net maken. Ja, vind ik ook. Ja, en nu in het Duits terugpraten, Mandy. Ja, ik spreek kleine Duits. Kleine Duits, oh. Zoiets. Lopen naar binnen. Ik ben benieuwd. Lampje? Natuurlijk. Ja, er is al kunst heel artistiek hier. Oh, kijk eens aan. Ze hebben genoeg parapluën voor als het regent. Ja, maar ik hoop niet dat het regent. Het hier, ja, ik weet niet. Ik zit een beetje naar de styling te kijken. Kijk, die kan niet altijd nog shampoo halen als ik vergeten. Precies. We kunnen altijd, maar wij vrouwen vergeten nooit wat. Maar dat is geen shampoo wat ik daar zie. Ik zie daar snoepjes. Dit is een shampoo. Oh, dat. Ja, ja. Nee, ik heb genoeg spullen in mijn tas. Ja, ik ook. Ik heb hier een klein tasje. Ik heb hier nog een tasje. Shortjes van het huis. Shortjes van het huis. Ja, dat klinkt voor Mandy als muziek in de oren. Ik heb ook nog een leuk restaurantje. Ja. Dat ziet er op zich best wel schattig uit, moet ik eerlijk zijn. Het ziet er nog wel leuk uit. Als je buiten bent, zou je niet zeggen dat het zo uit. Nee, precies. Het ziet er nog best wel aardig uit, hoor. Oké, ik loop met Jan. We zijn net, we stonden net in de lobby. Maar we zijn dus apart naar een appartement. Gewoon letterlijk naast het hotel gebracht. Bij kamer 801. Dat is dus deze. Mag ik ja? doen? Dat vind ik leuk altijd. Tuurlijk mag jij dat doen. Hier is de kaart. En wij hebben dus waarschijnlijk een eigen appartementje gekregen. Dus ik heb geen idee, we gaan het nu voor het eerst zien. Oh! Oké. Okay. Nou, we hebben de ruimte. Ik vind het. Oh! Ja! Oké. Okay. We hebben zelfs een keuken en alles, joh. What the fuck, joh, nee, dit is echt weet niet. Weet je wat het is? De kamers waren allemaal vol, dus wij hebben nu gewoon laat het vallen. We hebben gewoon een appartementje gekregen. Echt? Serieus? Ja. Oké, nou, mij hoor je niet klagen en Jan ook niet. Nee. Ik kijk, vind dat is gewoon chill. We hebben weer zelf. Ik dacht eerst dat het wat anders was. Nou, voor mij mag je die hebben. Nee, die hoef ik eigenlijk niet, want ik vind. Nee, even kijken. We gaan eens even alles checken. Maar er kan er geen licht aan. Het is best wel donker. Dus we doen eventjes lichten aan. Nou, kijk, dat is natuurlijk wel mooi. Televisie. Oh, misschien moet ik de deur dicht doen, schatje. Ja, dat lijkt me ook. Maar de kaart is eruit, hè? Ja, we gaan nu naar de badkamer. Oh, wat een lelijk. Oh, kijk, dat is nieuw. Dat is fashion, weet je wat? Je handdoekje zo oprolt en een octopusje.
Oh, als jij de wc, als iemand op de wc is, moet je niet te hard de deur open gooien. Nou, het lijkt me sowieso als iemand op de wc zit, dat je niet zo random 1, 2, 3 aan komt zetten, toch? Ik heb de deur Nou, dat is toch super. Ik vind het mooi. Nou, we lopen hier. Ik loop hier samen met Mandy. Hi, die kennen jullie natuurlijk wel. En wij gaan even een stukje lopen, want we gaan even lekker wat eten. We hebben net natuurlijk appartementjes en hotelkamers allemaal bekeken. We hebben nog gezellig een drankje gedaan met z'n allen. En ja, nu gaan we natuurlijk lekker wat eten. En het is ook nog leuk om te laten zien dat we vlakbij het water zitten. Dat is gewoon super mooi en die boot is gewoon echt vreed. Dan kan je gewoon eten. Ja, dan kan je gewoon echt eten. Dat is toch chill? Dus, Jan en Santino lopen daar. Heb je de rest? Die wil ook nog snel lopen. Hi. En wij gaan nu lekker eten. We zitten hier met Jan en Santino. We zitten op ons eten te wachten. Het kan nog een kwartiertje duren. Maar ze maken hier gewoon lekker vers pizza. Dat is sowieso lekker. Niet dan? Jongens, we zitten aan tafel. We hebben ons eten eindelijk. We moesten eventjes wachten zoals jullie net zagen. Hier zie je gezellig iedereen zitten. Er zit helaas een boom tussen mij en Mandy. Ik zie er hier iemand helaas is daar. Het zit gewoon een boom dwars op de tafel. Dus wij gaan lekker eten. We zijn vandaag bij Gamescom aangekomen. We zijn met Jan, de rest die gaat nu zijn ticket geven. En het is wel leuk om even te laten zien dat het best wel druk is. Daar zijn al een paar mensen. Jan pakt ook de tickets. Dus we gaan even onze tickets inleveren en dan gaan we lekker naar binnen. Hallo. We zijn binnen op Gamescom. Ik zijn met Derek. Die kennen jullie natuurlijk ook wel. Zeker weten. En ja, we doen gewoon even een rondje. Santino staat er ook bij. Toppetje. Ja, het is gewoon, het ziet er allemaal super awesome en super vet uit. Het is echt gewoon vet. Nou, we gaan natuurlijk wat games uitchecken, we gaan wat games spelen. We gaan een rondje lopen. Het is nu op het moment niet zo heel druk. Gewoon puur omdat het persdag is. Maxime zit ook vloggen. Het is gewoon vet, want moet je eens kijken. Het is echt wel vet. Sea of Thieves. Dan heb je ook weer verschillende games. Dus het is gewoon echt vet. Dus ik ga jullie zoveel mogelijk vandaag laten zien van nieuwe games. Wat hier allemaal te doen is, wat hier allemaal staat. Gewoon, het is gewoon echt leuk. Super groot, super veel zalen. We lopen zo weer door naar de volgende. Maar je hebt zoveel diversiteit hier aan games en shit en al die hallen. Het is gewoon echt heel vet. Je kan hier zelfs basketballen. Hoe vet is dat? Hier kan je zelfs basketballen. Dat is echt wel heel erg vet. Voor de liefhebbers heb je daar verderop ook FIFA 17. Wat natuurlijk ook vet is. Die game lijkt me ook nog echt wel vet. Nou, dit is natuurlijk van Ubisoft, hè. Dit is weer een nieuwe hal waar we nu zijn. Maar het is vergeleken die andere hal. We hebben natuurlijk net de Xbox gehad, de PlayStation gehad, Ubisoft hebben gehad. Maar hier is het echt heel rustig. Ik denk dat dit weer van het... Ik denk van het PC game, ik heb geen idee. Ik denk dit is wel echt wat anders. Ik heb nog niet echt gekeken, maar ik kan het jullie wel laten zien.
Dit is echt een heel andere en veel rustiger opgebouwde hal dan die andere van net. Dus dat is natuurlijk super vet. Ik heb daar VR, gaming, dat is natuurlijk ook strak. En weet ik nog wat allemaal. We gaan even kijken nemen. We lopen gewoon over tussen, zodat hier ook hier ook aan filmen. Dit is mijn computer. Deze heb ik. Computer en de computers staan hier. Inderdaad, ik al dacht meer van PC's en weet ik nog wat allemaal. Dat is natuurlijk ook gewoon leuk om even een kijkje te nemen. Maar ja, de meeste van ons hebben al een PC of weet ik wat. Maar je ziet nu gewoon hoe het er van binnen uitziet. En soms zijn het echt wel gewoon strak. Dan heb je natuurlijk hier wel met de LED-verlichting. You're cute! Ja. Ik kan er geen genoeg van krijgen, overal die pinguïns. Deze man is echt wel strak, maar hij heeft echt een vette arm. Check hem out. Jor! Geef een handje. We moesten naar IE gaan. It's time to play. En dat is ons gelukt. We hebben het gevonden. We gaan eens even kijken. We zijn binnen in die IE-hal en ik vind deze hal echt heel erg vet. Echt lekker kleurrijk. En je hebt hier echt veel games, Battlefront, Battlefield, weet ik het wat allemaal. Het is hier super vet. Ik kan me hier prima van maken, maar we gaan eventjes wat drinken doen. Het wordt natuurlijk een colaatje lijf, dus het komt helemaal goed. Hier staat de rest. Wij duimpje omhoog. Als jullie dat niet doen, hè. Oh, je kan dus ergens gaan zitten. Je moet een headset pakken. Zo vet. Waar gaan we zitten? Tweede rij? Dan kunnen we een beetje met iedereen bij elkaar zitten. We staan hier. We gaan eventjes Battlefield 1 uitchecken. Het is op de Xbox. Ja, daar kunnen we prima mee overweg. Ik sta hier met Derek trouwens. Volgens mij kan hij mij niet horen. Wel. Oh, wel. Ik heb net Battlefield 1 gespeeld. En ik heb natuurlijk ook de trailer gezien van Call of Duty 4, Infinite Warfare. En natuurlijk de nieuwe zombies. En die vind ik echt gewoon super vet. Dus ik heb daar in ieder geval heel veel zin in. En ik ben nu op zoek naar Pokémon spullen. Want ik ben natuurlijk nog steeds een Pokémon trainer. En dat blijft natuurlijk altijd. Pokémon trainer heeft ook iets van een Pokémon gadget of zo nodig. Of iets van Pokémon dat je hem kan herkennen. Dus wij gaan eventjes op zoek naar Pokémon spullen. Ja. Maar kijk eens waar wij zijn. Pokémon. Pokémon. Gotta catch them all. Hij denkt, die mensen denken die is gek. Maar dan kan mij het verrekken. Maar hier heb je gewoon echt. Oh, kijk dan. Nee. Dit is toch echt wel vet. Ja, maar dat is niet echt. Kijk, deze heb ik ook gezien in Nederland. Ja. Oh, die kleine Pikachu's zijn ook. Deze ziet het niet uit. Dat is Ditto. Dat is Ditto. Kijk dan, schattige Pokémon dingetjes. Nou, ik ga even kijken of ik iets leuks van Pokémon zie om te kopen. Maar eigenlijk wil ik voor een patch of voor een mutsje gaan. En ik weet niet zeker of ze die hier hebben. Nee. Nee? Nee, hier niet. Dan moeten we nog even iets verder kijken. Weet je wat ik wil? Wat wil jij? Ik wil Pikachu, Charmander, Squirtle, allemaal. Maar het punt is alleen Pikachu en Charmander. Ja, maar dat gaan we nog wel halen. Oh, oké. Okay. Dat wil ik op mijn bed hebben liggen. Nee, grapje. Ik wil ze gewoon hebben. Ik wil alle Pokémon's op mijn bed hebben liggen. Nee, geintje. Oké, nou, gaan we even verder. Ze hebben hier echt vet schattige, cute, lieve sleutelhangers. Kijk er dan. Ze hebben allerlei Pokémon sleutelhangers. Echt schattig. Je hebt ook gekke mutsjes, maar die trek je toch niet aan. Dat is meer iets voor Jan. Een Mr. Bulbasaur. Ja, Jan en ik gingen kijken of we alle begin Pokémon konden halen. Nou, in ieder geval starters Pokémon, maar ze hebben helaas niet Bulbasaur. Dus dat is wel jammer voor jou. We gaan nog door. Ja, precies. Nou,
uiteindelijk hebben we deze knuffels gehaald. Squirtle en Charmander. Maar Bulbasaur konden we helaas niet vinden. Maar thuis hebben we ook nog Pikachu, dus dat scheelt. Ik zijn in de PlayStation ruimte en we zien nu iets super vets bij Mafia 3. Ik wil trouwens ook even zeggen dat ik Mafia 2 ook helemaal uitgespeeld op PlayStation 3. Maar dit is gewoon echt vet, want deze man, die rent hier. Oh, hij is net klaar. Hij is net klaar. En je kan jezelf als personage kan kiezen welk ruimte. Dan zie je jezelf terug als een soort van, als personage karakter in Mafia 3. Dus dat is echt super vet. En hij loopt dus nu over de straat in Mafia. Maar hij loopt gewoon daar. En hij zit daar in de game. Dat is toch bizar. Ik zit hier met Jan en Santino bij Destiny, want we gaan even de game uitproberen. Mag best wel heel eventjes erin hoor, hype. We gaan even Destiny uitproberen. We zitten bij elkaar in team, toch? Als het goed is wel, Jan, anders word ik boos. Oké, okay. Nou, we gaan in ieder geval eventjes Destiny spelen en ik heb er heel veel zin in. Grapje. Dumpie. Hé, hey, dat ben ik. Dit vind ik dus wel vet, hè? Ja. Dit spel lijkt me echt heel leuk. Mooi, joh! We hebben het tweede potje ook gespeeld. Linda die ging alweer wat beter, dus Linda wordt de Destiny Pro zo meteen. En ja, Santino die ging tryhard mode aan. Santino. Ja. Tryhard mode. En we gaan nu strike doen met z'n drieën, dus we hebben een team van drie. En ja, kijk hoe ver we komen. Als we te ver komen, dan is de tijd voorbij, dus dan moeten we weg. Maar als wij... Als we te ver komen, is de tijd voorbij. Ja, dan moeten we hier weg. Nee, als er tijd meer is, moeten we weg. Ja, maar dan komen we dus eigenlijk te ver. Als we te ver maar komen, moeten we weg. Ja, nee. We gaan in ieder geval ons best doen. Daar komt het mee. We gaan ons best doen. Jullie maken me belachelijk. Ja, dat doe altijd. Ja, because we love you. Because we love you, baby. We love you, baby. Alweer, hè? Auw! Toch twee keer pijn dat doet, maat. Hier, dit is mijn wangetje rood. Ja, mijn wangetjes zijn zo rood. Ik kan het niet. Ik heb nog geen nood. Nee, ik hoor van fucking helemaal niks omdat Linda dit is. Super benieuwd en ik heb er super veel zin in, want ik ben gewoon echt gek op Mafia 2. Was echt super gek. Dat speelde ik natuurlijk op de PlayStation 3, wat ik net al zei. En we hebben ook uiteindelijk nog een party vanavond voor Mafia. Dus dat gaat sowieso leuk worden. Wij zitten lekker chill bij de Mafia 3 presentatie. Ik heb Jan. Het mag niet gefilmd worden, hè? Ja, maar het mag toch niet gefilmd, de presentatie? Je mag gewoon filmen. Ik wil dat je dit blurt nu. Ik wil dat je dit allemaal weghaalt uit de video. Wissen. De presentatie mag je niet filmen, maar de rest wel. Toch, Ronald? Ja. Dus we blijven hier gewoon lekker zitten. Ik vond hem echt super vet. En jij? Gameplay. En de gameplay natuurlijk. Dus, en ik vind hem echt veel vetter dan 2. Ja, ik vind hem echt heel vet en ik heb echt super veel zin in 7 oktober. Dat is echt mega vet. Ja. Kom je? Laat nog even één keer even het decor zien, want dat is gewoon echt wel... Gewoon echt super. Wat vond jij van de trailer? Van de trailer? Ja, van alles. Gewoon van de hele video. Vet. Santino, wat vond jij van de video? Ik vond van de video? Ja. Nou, was een hele lange video. Doe een blauw duimpje omhoog. Abonneer. Nee, van die trailer. De video, toch? Van Mafia 3. Oh. Nou, hij was echt super dope. Het was. Ja. Ik heb er echt heel veel van. Mafia. Het was Mafia. Mafia Rek Mafia 3. Maar, om even terug te komen. Ja. Super gaaf. Het is weer zover. We gaan weer richting huis. We hebben net de presentatie van Mafia 3 gezien. En nogmaals, ik vond hem echt super gaaf. Ik kijk er echt heel erg naar uit. En we lopen nu alweer richting de auto. Want we hebben straks nog een Mafia 3 party. Jeugd. En daar hebben we natuurlijk best wel veel zin in. Officieel een 2K party. Officieel een 2K party. En ik heb ook een beetje trek. We gaan ook wat eten en dan gaan we straks ook weer richting huis. En dan moet het goed komen. Yo! Blauw duimpje omhoog als je het leuk vindt.
En tot de volgende keer weer. Ik wil niet voor mijn. Ja. Dat doe ik gewoon weer. Ik begin erin te